elke mens bestaat uit ongeveer 30.000 miljard cellen. In de meeste van die cellen zit DNA. Zo ziet DNA eruit vergroot uit. In het echt is het een hele lange molecule en die molecule bestaat uit twee lange slierten die bij elkaar horen. Die lange slierten zijn gebouwd met vier verschillende bouwstenen. Adenine, guanine, thymine en cytosine. Ofwel A, T, C en G. Niet meer dan dat. En bijzonder, in die twee slierten staat tegenover een A altijd een T en tegenover een C altijd een G. Je DNA telt in totaal zo'n 6 miljard bouwsteentjes. En elke mens heeft een unieke volgorde. Behalve eeneiige tweelingen. Hun DNA is zo goed als hetzelfde. En in elk van jouw lichaamcellen zit hetzelfde DNA. Dezelfde combinatie van bouwstenen. Die unieke volgorde van die vier bouwstenen bepaalt al jouw erfelijke kenmerken. Het bepaalt of je bruin of blond haar hebt, of je blauwe ogen of sproetjes hebt, of je allergisch bent aan katten, Parkinson krijgt of een andere erfelijke ziekte. DNA zit trouwens niet enkel in menselijke cellen. Ook in dieren, planten, bacteriën. En dus, met amper vier bouwstenen die samen het DNA vormen, wordt al het leven hier op aarde gemaakt.